Oh my god. Ik weet niet wat dit is, maar ik wil een test doen. Dat iemand je in één keer gewoon aanraakt of probeert te zoenen of aan je bil zit of aan je borsten zit. Leuk dat je kijkt naar Schaamteloos. Want ik wil alles weten van onze gasten. Taboes, stories, geheimen. No shame, jij hoeft je nergens voor te schamen. En de gast die vandaag lekker bij mij in bed kruipt is... Dani! Ja! We kennen jou van je muziek en je Instagram. Ja. Maar schaam jij je ergens voor? Of heb je je vroeger in het verleden ergens voor geschaamd? Op momenten dat ik zei tegen een vriendinnetje of dat ik iemand leuk vond... en dat dan de hele klas rondging en dat ik echt dacht van... oh, ik wil echt dat niemand dat weet. En ik ben wel soms geschaamd, ja. Ja, ik denk dat iedereen dat wel eens meegemaakt ja, heeft, toch? Ja, denk ik ook. Ik zou zeggen, tijd voor de vragen. Let's go. Oké, daar is die. Hier zitten allemaal vragen in van kijkers. Die zijn ingestuurd via de DM. I hope you're ready. Ben je wel eens bang geweest dat je zwanger was? Ja, zeker. Ja? Hoe ging dat dan? Ja, jawel. Soms dan word je heel onregelmatig ongesteld. En als je het leuk hebt gehad met iemand... en je denkt ineens van, oh god, ik voel me in één keer raar... en ik ben misselijk. En oké, waarom ruik ik dit? Waarom dit, dat? Oké. Je maakt je ook wel snel druk daarom, denk ik. Als vrouw zijnde of als jong meisje. Heb je toen ook meteen iemand gebeld? Of heb je gewoon zelf die test gedaan? Volgens mij, een van mijn beste vriendinnetjes toen gewoon gezegd van... oh my god, ik weet niet wat dit is, maar ik wil een test doen. Ja. Maar dan doe je dat samen. En het is ook wel chill om gewoon even een vriendin of iemand in te schakelen. Om gewoon... dat je in ieder geval niet alleen bent. Ja, ja, want je kan jezelf ook wel heel gek maken. Maar twee mensen weten meer dan één. Ja, precies. Ja. Oké, next. Ben je wel eens tegen je zin in aangeraakt? Ja. Ja? Zeker. Onmondig. Zeker. En ik maak het nog steeds mee. Ik denk dat als vrouw zijnde gewoon ook echt iets is wat gewoon vaak voorkomt. Hoe erg het ook is. Jammer genoeg wel. De eerste paar keren dat het bij mij gebeurde, raakte ik eigenlijk in een soort van stille paniek. Mm-hmm. Dus ik wist wel heel goed wat er gebeurde en ik dacht, nou dit wil ik niet. Maar ik durfde er niet per se op te reageren. Dat iemand je in één keer gewoon aanraakt of probeert te zoenen of aan je bil zit of aan je borsten zit of je net te stevig vastpakt met een knuffel. Als jij gewoon heel duidelijk aangeeft van, oh nee, stop, dit wil ik niet. Iemand schrikt daar ook van. Ja. Want iemand doet toch iets spannends. Ja. En als jij gewoon zegt van, nou, dit wil ik niet, dan... meestal krijg je een reactie terug van, oh, oké. Ja. En ik denk ook dat het vergeleken met een aantal jaar geleden misschien ook veel meer gebeurt dat mensen er iets van zeggen. Ja. Ik vroeger ook niet zo heel snel er iets van zou durven zeggen, nee. Waardoor dat iedereen er nu heel veel over praat en ook zegt van, ik zeg er wat van. Dat ja, ook veel sneller gebeurt. Je hoeft niet iemand uit te schelden of ruzie te maken, maar gewoon een stapje naar achter, dit wil ik niet. Gewoon duidelijk aangeven, echt okay. Klaar. Ja, ja, zeker. Heb je het met je bedpartner over wat je lekker vindt? Ja, dat moest bij mij ook groeien. Want in het begin seks, ill en nieuw en oh, ik weet niet wat ik awkward en dat heel erg. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar ik maak het eigenlijk alleen maar moeilijker voor mezelf en voor de ander door niks te zeggen. Nee, want wat zijn dan de aanwijzingen die je geeft? Er is altijd een soort van, oh maar mannen moeten klaarkomen en anders is het helemaal kut. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehad dat we dan helemaal bezig waren en dat ik gewoon geen zin had om te wachten totdat hij klaar kwam. Dat was gewoon van, sorry, maar ik ben gewoon klaar. Het hoeft niet meer en het spijt me, maar ik ga nu niet voor jou mezelf nu ongemakkelijk voelen en iets doen wat ik toch liever niet wil. Ik heb wel één keer in de zoveel tijd even een moment dat ik met mijn vriend soort van naar onze relatie kijk en dan zeg, hey, wat vind jij er nou van? Wat kunnen we verbeteren? Even een review. Ja, maar gewoon om niet soort van per se alleen over seks, maar wel of daarna, weet je. Van, nou, voel je het lekker? Ja, kan ik volgende keer iets anders doen? Je hebt ook van die spelkaartjes toch? Waar allemaal van die vragen op staan. Ja, dat kan je ook doen. Dan is het ook een soort van, dan wordt het een beetje geregeld, het hele gesprek. Ja. En dan hoef je alleen maar antwoord. Goeie. Nou, Delani, dankjewel voor je eerlijke, grappige antwoorden. Ik heb ervan genoten. Hey, jij bent vorige keer genomineerd door Sharon Doorsen. Daarom zit je hier nu. Ja. Ik ben benieuwd, wie nomineer jij? Nou, als ik zou moeten kiezen... ik denk 16. 16 zit ook bij het 7-7 label. Die zingt en praat ook wel over seks. Dus ik zou het wel leuk vinden om hem hier in het bed te zien. En dat jij hem eventjes een vraagvuurtje... Vraagvuurtje voor hem. Ja. Bij deze, je bent uitgenodigd. Thanks voor het kijken. En ik hoop dat je het leuk vond. Laat het even weten in de comments. En vergeet ons niet te volgen. En dan zie ik je heel snel. Doei! Doei!